tips geven waar je op moet letten bij het kopen van een bank. Tip nummer 1, dat is meteen een hele belangrijke, namelijk de afmeting van de bank. Met hoeveel mensen wil je op de bank kunnen zitten en hoe groot is de ruimte waar de bank in komt te staan? Heb jij een kleinere ruimte, kies dan voor een kleine bank met wat losse stoelen erbij. Het kijkt namelijk wat luchtiger dan een hele grote bank. En daarmee kom ik ook gelijk op tip nummer 2. In een kleinere ruimte kan je beter kiezen voor een bank op pootjes. Ook dat kijkt weer een stuk luchtiger en ruimtelijker dan een bank die op de grond begint. Tip nummer 3 gaat over het zitcomfort. Wil jij liever op een zachte bank waar je lekker in wegzakt zitten? Wil je liever op een wat hardere bank zitten? Dat is allemaal heel persoonlijk. Ga vooral proefzitten in de winkels en kijk wat voor jou fijn zit. Als je toch in die winkel bent, informeer dan even naar tip nummer 4, de kwaliteit van de stof. Want dat wisselt heel erg per bank. Een betere kwaliteit stof is meestal ook wel duurder. Laat je goed informeren in de winkel over de kwaliteit en bepaal voor jezelf welk budget je hiervoor over hebt. De laatste tip, tip nummer 5, gaat over de kleur van de bank. Ik heb zelf een grijze bank. Ik vind het lekker neutraal en ik heb het wat spannender gemaakt met de accessoires. Maar je kan natuurlijk ook de bank in een spannende kleur kiezen. Groen, geel, blauw, noem maar op wat bij jou past. Ik ben benieuwd of jij het aandurft om voor een spannende kleur te kiezen.